We hebben even het kroon weer kunnen strikken. Hè? We zijn hier op de hoek van de Zevenhuizense straat. Nee, bij de Zevenhuizense weg en het Kanaal Noord. De Kanaal Noord, dat is de weg die hier zo langs loopt ergens in het oneindige, zeg ik maar. Waar we al eens eerder gestaan hebben samen. Ja, we al eens eerder gestaan, ja. Maar wat is hier het bijzondere van deze straat? Dit is eigenlijk de oude toegangsweg naar het buurtschapje Zevenhuizen. Wat waarschijnlijk zijn naam te danken heeft aan dat daar ergens in het land 7 woningen hebben gestaan. En dit is dus de Zevenhuizense weg. Je moet je voorstellen, een paar eeuwen geleden, toen het kanaal er nog niet was, dat je hier dus eigenlijk al een weids landschap voor je zag. Met hier en daar dan een huisje enzovoort. Ja. Toen de kanaal is gekomen, toen dat is dan in de 19e eeuw geweest, begin 19e eeuw gegraven, toen had je natuurlijk dat uit het achterland de mensen naar het dorp wilden. Maar vroeger ging dat dus langs paadjes en zo. Ja. Maar toen moesten ze ineens daar over een brug. En dus dan zie je, als je een plattegrond erbij hebt, dan zie je al die wegen ook hier naar deze kant uitlopen. De Zevenhuizense weg, je hebt achter de Trekweg, de Oosterlaan, de eerste sluisweg, tweede sluisweg, derde sluisweg en zo. En ja, die Zevenhuizense weg was dus echt wel een belangrijke weg. Want daar had zich nogal wat middenstand gevestigd. Hier op de hoek bevond zich kruideniersbedrijf van de familie Beekman. Een heel karakteristiek pand. Ik vind het vreselijk jammer dat het weggebroken is. Het was een karakteristieke bouw. Daar was aan verbonden een pakhuis met 2 of 3 etages. En dat nog zo'n ouderwets pakhuis waar die laadluiken open konden. En waar dan onder de puntgevel nog zo'n katrolbalk zat. Ja. En op een van die, een van die etages, daar huisde de schoenmaker Marinus Simons. En dat was een man die zat elke dag achter zijn tafeltje en zijn leest op de schoot schoenen te maken, te repareren. En die had een onweerstaanbare aantrekkingskracht had voor ons. Die had er zo'n trekbel in de muur zitten. En als je eraan trok, dan ging er zo'n hele harde bel. Dus ja, als je daaraan trok, dan ging even later de luik open. Dan kwam Simons kijken of er klanten waren. En dan kwam die naar beneden, want hij kwam niet onnodig naar beneden. En dan zag hij dus dat het best niet. Oh, die qua jongens zijn weer bezig geweest. Maar daar deed jij toch niet al mee? Nou, ik mag nou wel zeggen ja. Maar je moest wel uitkijken, maar als hem dat begon te vervelen, dan had je ook kans dat je niet meer water over je heen kreeg. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gehad heb, maar het is wel gebeurd. En ja, dat is dus eigenlijk, zeg ik altijd, dit was het karakteristieke punt waardoor je eigenlijk het oude Zevenhuizen inliep. Want je hebt daarachter nog wel tot aan de Ankelaar toe. Dat noemen we allemaal de nieuwbouwwijk Zevenhuizen, maar dat is niet zo. Zevenhuizen was hier en daar zo'n beetje aan de Trekweg. En dan kom je op de Ankelaar en de Moerbos en de Meen en de Sprenkelaar. Dat noemt men nog wel Zevenhuizen, maar dat is het eigenlijk niet. Jan Schut, jij bent een van de oudste bewoners van de Zevenhuizense weg. We staan hier op het puntje van de Zevenhuizense weg. Ja. Oude pandjes voor ons. Wat kun je ons daarvan vertellen? Nou, soms kan ik wel een hoop vertellen daarvan. Maar soms dan gaat het dus mij ook wel eens even door. Maar hier was vroeger de familie Buitenhuis van de kolenhandelaar. Die had hier. En die had daar ook nog op de deel, noemen we dat. Ja. Had hier paard staan en een paar koeien. En dat is een van de oudste pandjes geweest. Hier zo. Nadat afgebroken was, zou hier de hoogbouw komen, maar er is nooit wat van gekomen. Dus dat is helemaal weg? Het blijft altijd nog zo liggen hier. Ja. Ja. En de pandjes hier tegenover? Hier tegenover, dat was een sigarenzaak. Die man die moest er ook al doen uit armoede. Want het was destijds, op de mattenkast noemen we dat, was de beloning niet zo goed. Maar zijn vrouw, die heeft dat de sigarenwinkel
op het poten gezet. En nou, en was er hier in de buurt, die gingen hier allemaal de sigaren en tabak kopen. En daarnaast was de kapper, Bosman. En dan gingen wij, moesten we ons laten knippen. En dat kostte toen een dubbeltje. Werd je geknipt. Netjes, ja, een dubbeltje. En daarnaast, daar was de banketbakkerij van Harwig. En dat was een hele fijne bakker was er. Echt een lekkere kwijtje en al die dingen had hij hoor. Ja. En dat was dan, dit is het punt. En dat zijn de originele woningen nog? Ja, hier zat wel een winkel, een raam in. En daar ook. En bij hier ook. Maar er is nou een cafébiljart zit er nou in. Ja. Ja. Er zijn niks meer van de oude mensen die hier gebleven zijn? Familie? Nee, Jan Bosman die komt weer terug. Die zat in Loenen als kapper. Maar die komt hier in Apeldoorn weer terug. Die komt te wonen aan de hoek van de Noorderlaan aan de Deelderstraat. En is dat al lang leeg zo? Dat is al een jaar of 20, dacht ik al. Dat het allemaal toen allemaal wegging. Het is wel jammer, want we hadden een leuk buurtje, maar het verdrek allemaal. Ja, wij gingen daar de sigaretten halen. En we haalden daar de gebak. En de kapper. Ja, ook nog. Ja. Maar dat is allemaal voorbij. Evert wil ook nog even wat zeggen. Ja, dit punt hier, Jan die heeft uitvoerig al verteld over de familie Buitenhuis. Maar de familie Buitenhuis is naderhand naar het begin van de Zevenhuizen weggegaan. Daar komen we zo dadelijk, daar staat nog de oude kolenschuur en het woonhuis van hun. En toen is hier gekomen de familie Koens. En dat is daardoor zo belangrijk in relatie tot het kanaal. Die mensen die voeren met een turfschip naar de veenkoloniën in Drenthe en kwamen met hun turf beladen hier naartoe. Die pakten dat hier uit en hun schoonzoon Anton van Rijswijk die verhandelde die turf. Hij deed nog meer in de oorlog, maar dat is weer een heel ander verhaal. Want de dag dat hij turf verhandelde, maar hij heeft mijn vader een keer benaderd van zeg Reiner, kun je me even helpen? Want ik krijg denk ik controle en ik heb 7 varkens onder die turf zitten. En dan gingen die varkens naar ons toe en dan konden ze rustig op controle komen, weet ik veel hoe dat allemaal. Dat waren allemaal van die geheimzinnige dingen waar het daglicht in de oorlog niet kon verdragen. Maar die familie Koens heeft hij dus ook met een andere schoonzoon, die had hij een soort machinehandel, die heeft hij toch wel erg ook een stempel op gedrukt op dit gedeelte van het kanaal. De kanaal, ik heb je in een eerdere uitzending al verteld, dat barstte soms van de schepen. Ja. Hè? Ja. Beurtschippers en van alles kwam hier langs. Dit zijn nog 4 originele huisjes volgens mij. Ja, met die gebroken kappen? Dat kun je wel zeggen, want die, ik heb niet beter geweten of die stonden. Het zijn dus ze noemen dat met een deftig woord mansardehuizen, mansardekappen. Die gebroken kappen. En dat schijnt dus ook specifiek Apeldoorn te zijn. Want overal waar je in de oude buurtjes van Apeldoorn komt, en als we tijd van leven hebben, zal dat de komende jaren wel gebeuren, dan zie je die gebroken kappen weer. En hier... Die zijn dus echt wijken af, daar ginds is nieuwbouw daar rechts, die wijken ook weer af van een ander type huizen wat van deze kant van de weg hebben en waar we zo dadelijk langskomen. Deze straat, die was gewoon een zandweg en in de winter was er een grote modderboel, vooral als het gevroren had en al die, dat kwam allemaal naar boven toe. Ja. En ook moet ik nog even vertellen dat wij eigenlijk riolering gekregen hebben naar 1974. Toen hebben we pas hier riolering heen. Ja. En dan hadden we hier vroeger altijd een lantaarnpaal staan, zo'n ouderwetse. En dan deden we samen vlos en verstoppertje en zo. En wij waren met een hoop kinderen thuis. En dan was s'avonds mochten we altijd nog even op de weg spelen. Maar dan kwam onder lantaarnpaal. En dan kwam van vader, die kwam tegen 19:30 en dan kwam die. Jongens, alles wat schut heet binnenkom. En dan was er niks meer op de weg. Het was allemaal schut.
Nee, dat was heel, het was hier een gezellig buurtje, eerlijk. De goede oude tijd. Goede oude tijd, ja. U hebt daar goede herinneringen aan. Ja. Zie je, dat is de heg, die is nog blijven staan. Dat was dit. Dit is het weggetje. Dit is het weggetje. Ja, het binnenweggetje. Het binnenweggetje. Heet het oorspronkelijk zo of hebben jullie dat zelf zo genoemd? Ja, dat zeiden we dan, hè. Want er stond ook een huis aan. Zie, dit liep helemaal door. Tot aan de Oosterlaan toe. Ja, en aan het eind woonde een andere schut. Ja. Aan het eind woonde een andere schut. En dat was de EHBO-schut. Ja. Ja. Mijn moeder heeft altijd verteld. Mijn moeder heeft namelijk ook vroeger als meisje even in dit weggetje gewoond. En daar woonde een familie van Emst. Oh ja. En daar woonde ook Muze. En Muze was een van de oudste biologen van Apeldoorn. Hele oude Apeldoorners kunnen zich nog herinneren, en Jan ook, dat Muze, die had een soort museumpje boven Museum Vaal aan de Emsweg, van opgezette beesten en zo. Ja, en maar, klein kind op sterk water. Oh, dat zou kunnen. Ja. Nou, kijk, weer eens. Maar goed, daar bij die mevrouw Muze, ja, die mensen waren geestelijk misschien ook niet helemaal als het eigenlijk wel gewenst was geweest. Die mevrouw Muze, die had kleine kinderen en die had een hele primitieve manier van om op die kinderen te passen. En als ze even weg moest lopen. Die mensen hadden natuurlijk geen geld en boksen. Ik weet niet of die er al kinderboksen of die er al waren. Mevrouw Muze die groef een paar gaten in de grond. En dan werden die kinderen tot zover ingezet, tot zowat borsthoogte, dat ze met wat speelgoed konden spelen. Maar dan werd het met zand aangestampt en dan konden ze niet uit die gaten komen. Dan konden ze niet weglopen. En dat vond men heel gewoon. Maar dat is een verhaal wat mij altijd is verteld. Ja. En die heg die stond wat meer naar het huis toe vroeger. Maar hier woonde bekende familie Ten Hoven. Eén stuk is blijven staan. Oh, is dit nou? Kijk. Ja. Origineel. Origineel. Dit is helemaal nog origineel. Aan die kant van het huis staat een schuurtje. En dan zeg je, oh, schuurtje. Ja, we zinnen een verhaal aan. Dat schuurtje, dat was het clublokaal van de wandelvereniging Apeldoorn Oost. De buurtvereniging Apeldoorn Oost is helaas opgeheven in 2000, omdat er niemand meer in bestuur zou zitten en zo. Jammer genoeg opgeheven, maar er was een buurtvereniging die nou ontiegelijke rijke geschiedenis heeft. En die wandelclub was daar één exponent van en die zat in dat schuurtje. Ik denk, dat schuurtje staat er nog. Dat staat er nog. Ja, soms dan, dat zal aan de leeftijd liggen, dan zie je dat weer voor je. Hè? Ja. Kijkt u wel eens naar TV Apeldoorn? Ja, af en toe, ja. Straat in zicht. En komt de Zevenhuizenweg ook een keer aan bod. Leuk. Omdat dit, voor deze buurt een heel karakteristieke straat is. Ja, hier gebeurde het. Als er een optocht was met Koninginnenfeest, dan kwam die zeker door de Zevenhuizenweg. Is dat zo? Ja, dat is leuk zo. Om te horen. Ja. En wij weten dus samen nog precies wie daar allemaal woonden en wat er allemaal mee aan de hand werd. Er heeft hier een dame gehoord, weet ik. Wij zijn de derde bewoners pas. Ja, klopt. Dus die heeft eigenlijk het hele leven hier gewoond. Ja, Bertha Breem. Ja. Ja. Dat is even een vergissing. Vriendinnetje. Ja, nee, laat het er maar uit, want het is... Nee. Als je nou de Oranjevereniging had, dat was hier een compleet eigen Oranjefeest. En dan praat ik over de tijd dat koningin Wilhelmina nog, die was dan op 31 augustus jarig. Maar wij hadden hier dus koninginnenfeest en overal natuurlijk toen in die tijd op 31 augustus. En dan de schoolkinderen die kwamen met fietsjes die prachtig versierd waren met hei en met dennengroen. En met dahlia's, het was dahlia-tijd. En dan was er een feesterrein aan de trekweg. En daar, meestal aan de trekweg. En daar waren dan zo'n heel stel mannen uit de buurt die dat allemaal regelden.
En uit er een paar noem, Schut, Jan zijn vader. Kroes, Jan later ook toen die groot werd. Paul de Klompenmaker. Van Vechel. Jan van Asselt. Karel van Duren. Nou, je hoort, we schudden ze eigenlijk min of meer zo uit de mouw. Ja. En die waren altijd maar bezig om dat te doen slagen. Een hele optocht met versierde wagens en zo. Muziekkorps erbij. Dat was gewoon feest. Nou, we zijn hier aan het eind van de tegenwoordige Zevenhuizenseweg. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar het is maar een klein deel van de oude Zevenhuizenseweg. Want de oude Zevenhuizenseweg die liep nog veel verder door. Dan wordt het op een gegeven moment wordt het de Dovenedel, daar heb je misschien wel gehoord. Ja. En aan die Dovenedel daar staat ook het schoolgebouw, althans de plek van het schoolgebouw. De Zevenhuizense school, school nummer 14. De scholen kregen vroeger nummer, de openbare scholen. Nou, die staat dus aan de Dovenedel, weer een stuk Zevenhuizenweg. En dan kom je al in de nieuwbouw richting Ankelaar. En dan is er eigenlijk weinig meer van te vinden. Maar dat kun je dan misschien een andere keer nog eens laten zien als we het eens over de Dovenedel hebben en die omgeving. Allemaal kippensoep. Wat dacht je? Nou, vooruit dan. Lekker. Ik zeg, dit is nu echt de ouderwetse Zevenhuizense gastvrijheid. Vooruit dan maar. Jongens, laten we nog even met Zevenhuizense volkslied zingen. De knietjes hebben de tuppies die de boeren kolen vreten. Val er al drie, val er al drie.